Dit is zo leuk, jongens. Eindelijk weer lekker aan de gang. Ja. Daar zijn we weer. Terug van weg geweest. Hey. Weg bij Autovisie. Allemaal andere dingen aan het doen. En dat betekent ook korte tijd geen vlogs. Maar we zijn weer gestart. Kijk eens hier. Een Alfa Romeo 1750 Supersport Zagato. Dit is de Mille Miglia auto. Die werd tweede in de Mille Miglia afgelopen keer. Hij werd in de Nuvolari ook tweede. Is een beetje die ook zoetemelk van de auto's, van de Alfa Romeo's. Zou je kunnen zeggen, dit is echt wel een winnaarsauto, een concoursauto. En daar ben ik mooie dingen mee aan het doen. Je ziet het hier, Villa Trasca. Villa Trasca is een prachtig wijnhuis in Toscane gelegen. Kijk, de druiven zijn er net vanaf. En ik ben hier samen met Patrick een film aan het maken voor een resort. Borgo San Luigi. Dat is een heel mooi vakantieresort. Daar kun je van alles. Je kunt er trouwen, je kunt de vakantie vieren. En het is typisch Italiaans. In die auto. Hier zit Patrick, dat is de camera-auto. Deze auto figureert daarin. Ik heb een prachtige dame bij me. Wat het mooie is, in de film waarvan jullie nu een paar fragmenten zien. Dus dat zijn we aan het maken. Dat is echt heel gaaf aan het worden. Heb ik een heel mooi Nederlands model kunnen meenemen. Samen met haar zit ik in deze auto. Beleef ik Toscane. En maken we dus een productie voor Borgo San Luigi. En dan kan ik mooi, terwijl Patrick bezig is, deze auto's even aan jullie laten zien. Want dit is echt een heel mooi origineel apparaat. Hij wordt gereden door de beroemde rallyrijder Andrea Vesco. En dit rechterpedaal is nu het gaspedaal. Kijk, rem, koppeling. Oorspronkelijk was daar het gaspedaal, daar de rem. Andrea Vesco, rallyrijder, die wilde dat niet voor tijdens de Mille Miglia. Dus de pedalen zijn omgebouwd, omgezet. Maar verder is die helemaal origineel. Kijk die metertjes. Prachtig, hè? Contact, dan moet je hem op 1 zetten. En een startknop. Tegenwoordig heeft elke auto een startknop. Vroeger was het noodzaak. We hebben een vierbak. En verder alleen maar mechaniek. Kijk, we hebben een hele chique dame bij ons. Dag mevrouw. Meneer. Vindt u het wat? Nou ja, we doen ons best, hè. Chique auto, hè? Leuk deze hier. Heel mooi. Het is voor de oorlogs. Sterker, voor de jaren 30 zelfs. Een 1750. En daar zit een 6 cilinder in. Vandaar ook dat dit een Alfa Romeo 6C is. Nou, dit is zo leuk, jongens. Eindelijk weer lekker aan de gang. Wat ik zei, dus weg bij Autovisie. We gaan de komende tijd heel veel andere dingen doen. En het heeft allemaal te maken met auto's. Ik kan jullie er natuurlijk bij betrekken. Er zit wat televisiewerk bij. Er zitten wat evenementen, dingetjes bij. Maar alles auto gerelateerd. De Mille Miglia, die gaan we ook weer rijden. Komend jaar. En jullie zijn overal bij. Heel eventjes nog over de 1750. De Alfa Romeo 1750. Nee, ik ga het verhaal zo direct vertellen. Er hangt een drone ergens hierboven in de lucht. Dus we moeten even rijden. Nou,
de tijd om die auto wat beter te laten zien. En om te vertellen hoe dat nou toch zit met zo'n 1750. Als ik er althans uitkom. Nee, niet. Nou, dan doen we dat even anders. Kijk, Alfa Romeo 1750, die is dus uit een tijd voor de Tweede Wereldoorlog. En toen was Alfa Romeo een gekende sportautobouwer. Dat is natuurlijk nu nog steeds. Hè, met een 4C, met een 8C. Maar in die tijd was het allemaal toch wel een beetje anders. Je had een Alfa Romeo 6C 1500, je had een 1750, een 1900, een 2300, een 2500. Dus heel veel sportauto's. Alfa Romeo scoorde sterk in competitie. Deze auto ook, hè. Het is een echte competitieauto. En dan moet je eigenlijk een beetje vergelijken dus met Ferrari in die tijd. Met Porsche was er nog niet, maar later was dat zo'n soortgelijke fabrikant. Alfa Romeo was een sportautobouwer en presteerde dus heel goed in wedstrijdverband. En eigenlijk herhaalt de geschiedenis een beetje zich. Want tegenwoordig zit Alfa Romeo weer in de Formule 1. En dan zul je zeggen, ja, met behulp van Ferrari. Ja, dat is waar. Maar destijds was Alfa Romeo sterk in de racerij met behulp van Ferrari. En diverse Ferraris, Alfa Romeo's 8C, waar Enzo Ferrari aan heeft gewerkt voordat hij zijn eigen merk had. Maar goed, daar is deze 1750 natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar wat een beauty, hè. Zo elegant. Kijk, het is eigenlijk een relatief compacte auto. Heel wendbaar daardoor. Een zware 6-cilinder voorin. Middenmotor, hè. Hij zit nou daar, dus tussen de voor- en de achterwielen. De kenmerkende drie dikke koplampen. Je ziet ze heel vaak met zo'n soort van rode behuizing ervoor op. En dat was dan om steenslag tegen te gaan. En op het moment dat ze dan gebruikt werden, werden die kappen er vanaf gehaald. Ja jongens, prachtige auto. En dan in deze staat. Er is hier zoveel mee gereden met deze auto. En er is ook zoveel mee goed gescoord. Er zit dus heel veel historie aan. En ja, dan rijden wij er dus mee. Boel klassiekers. Jullie vragen je misschien af, ga je dan helemaal over op de klassiekers? Nou, dat niet. Dat is natuurlijk wel leuk, hè? Klassieke auto's. Maar ik kan er nog niet al te veel over te vertellen. Maar ik ben ook bezig met een platform voor een soort van mobiliteitsplatform. Daar gaan jullie binnenkort alles van zien. Het is dus niet een concurrent van de gekende, bekende autosites zoals we die in Nederland hebben. Maar het is een platform dat zich echt puur richt op mobiliteit. En daar dan in de schone vorm, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is de vergrendeling van de achteruit. Je klap je erop, dan kun je het dus niet meer eens achteruit zetten. Simpel, maar doeltreffend. En dan gaan we weer. Het is toch altijd wel weer bijzonder, hè, als je dan in zo'n auto rijdt. Het is een miljoenen kostende machine met heel veel historie. Recente historie door de deelnames aan de Formule van de Emilia en aan de Nuvolari en ook andere evenementen. En verre historie aan races voor de Tweede Wereldoorlog en na de Tweede Wereldoorlog. Ik weet het niet helemaal exact, maar volgens mij is die uit 1927. Een auto dus van bijna een eeuw oud en hij rijdt superieur. Onwaarschijnlijk, hè, dat je dan in zo'n ding rijdt van een eeuw oud, een kunstobject dat niet alleen kapitalen kost, maar waar zoveel mee gebeurd is. Hier op deze stoeltjes. Hè, wie hebben er gezeten? Wat heeft zich afgespeeld? Zijn er aanrijdingen mee gebeurd? Welke wedstrijden werden er mee gewonnen? Hoeveel mensen hebben wel niet genoten van deze auto als die langskwam? Enzovoort, enzovoort. Dat allemaal kleeft aan een historische raceauto. Soms vergeet je het, hè, als je zo'n ding ziet. Dan denk ik, ja, mooi, klinkt leuk, gaaf. Maar nee, het is veel meer dan dat. En dat is ook gelijktijdig de Mille Miglia, hè. Die zich overigens hier afspeelt. Hier, deels hier in Toscane, tussen de cipressen. En als je nou zin hebt in een fijne vakantie, dan
dan moet je eens kijken naar Borgo San Luigi. L-U-I-G-I, zo schrijf je dat. Daar, hebben de deelnemers van de Mille Miglia een lunch. En daar kunnen vakantiegangers het Toscaanse leven ervaren en proeven. Kijk, en dan zie je dus dit, hè. Zo'n klein Italiaans dorpje met een goed restaurantje. In de zomermaanden is het hier overal hartstikke druk. Inmiddels is de zomer op zijn eind. Dan zijn ze niet meer, al de toeristen. Wel de kleine oude Fiatjes. Jaren geleden in Nederland in de prullenbak gemieterd. Want gammel, oud, niks meer waard. En hier rijdt het gewoon nog. Fiatje 127. Ja, het is niet mooi of zo. Zeker niet. Maar functioneert nog. Met winterbandjes. Op de toekomst voorbereid, zeg maar. Leuk. Ziet het? Dit is de persauto, mediaauto, waar Patrick met het, ons filmteam de Mille Miglia in mei volgde. Dat is team Filatrasca. Daar zitten diverse auto's in. Het is een groot team. Is ook hoofdsponsor Filatrasca van de Mille Miglia. Een gekend wijnhuis. En komend jaar zijn ze er weer bij. Inclusief die auto. Als je ooit in Toscane bent geweest, dan herken je het. Montrigioni. Dat is een klein ommuurd dorpje. Een vesting. Ooit een eigen koninkrijkje. En nou mag je daar niet op het dorpsplein komen met een auto. Tenzij dat een klassieker is. En als die klassieke auto dan ook nog eens echt heel erg klassiek is, dan kan dat zeker. En op het moment dat het een Italiaanse klassieke auto is, ja, eigenlijk alles toegestaan. Dus wij gaan daar dat dorpsplein op en dan gaan we daar filmen. Montrigioni. Dit is mooi, hè? Dikke cipres en dan de sferen van Borgo San Luigi. Dit is een heel oud dorpje, honderden jaren oud. En dan heb ik het niet over de verblijven die daarvoor zijn gesitueerd en daar. Maar wel, dat zal ik jullie even laten zien. Het is echt een prachtig resort. Met een kenmerkende oude kern van honderden jaren oud. Het videocontent, het promotiemateriaal. Kijk, van Borgo San Luigi hebben wij gemaakt. Patrick en ik. Met die. De oude dame uit Italië. Marcia Veer. Wonderschoon. Alsof je terug in de tijd bent. Een oud Italiaans stadje. Met mooie appartementen. Fantastisch. Fantastische keuken. Maar vooral heel veel sfeer. En dan past die Alfa Romeo 6C 1750 Supersport Zagato. Ja, het is een mondje vol. Die past daar goed bij. Er ging er overigens eentje bij een veiling weg. Vorige week voor 4,2 miljoen euro. Je hoort het goed. 4,2 miljoen euro. Het gaat niet om de muntjes, hè. Maar het is echt wel wat. Dat was hem. Ik ga het afmaken hier. De video die wij hier hebben gemaakt, die kun je natuurlijk ook verderop zien op mijn social media. En wat ik verder beleef, zie je ook op mijn social media. Twitter, Facebook, Instagram en natuurlijk YouTube. @WernerBudding. Bye bye. Tot snel.